Wij zijn momenteel actief in overleg met de regering, met name een commissie van het ministerie van Financiën, om de belastingdruk te verlagen. Dit zei Robbie Berendsen, voorzitter van de vakcentrale C47, gisteren op een bijzondere assemblee van de arbeid. Berendsen geeft verder aan dat de vakcentrale verplicht is de informatie te delen met haar leden en andere bonden die eerder dit vraagstuk hebben aangevochten. Daarom zullen wij ook samen in de strijd gaan, zegt de voorzitter. Berendsen zegt dat partijen sinds september reeds 3 meetings hebben gehad. Reeds een hele tijd ligt een voorstel dat we hebben samengesteld, geconcipieerd, ligt op het ministerie, op het bord van de minister. We hebben het hem zelf overhandigd en we wachten eigenlijk vanaf juni aan op reactie. Eindelijk zijn we ergens in september ontvangen. De minister die was er helaas niet bij. Ik moet u zeggen, wat tot ergernis van een aantal mensen binnen de factuur. Ja, de minister moest door aan het u hoeft ook een verklaring moeten lezen van Moederbond en OESAF. Ja, waarin onder andere dat wordt opgemerkt. Wij hebben zoiets van, heren, mina fi minister visie. Ja, zolang een minister die desma zijn takana om voldoende mandaat. Berendsen zegt verder dat er na de meetings een voorstel is opgestuurd naar de vakcentrale. Maar er zijn wat fouten geconstateerd, geeft hij aan. Ja, en dat gaan we deze week aan de commissie kenbaar maken. En we gaan dus ook om een spoedmeeting vragen om dat alles te finaliseren. We gaan ervan uit dat heel binnenkort we daar een understanding over kunnen hebben, zodat die uiteindelijk die lang beloofde belastingverlichting kan komen. Want zoals u weet, aan het tiende jaar moeten we bezig gaan zijn. En kijk, een van de zaken, we gaan dus niet in detail treden, waarvan we hebben gezegd van, Golukas aan het Morobun. Wij vinden dus dat in het voorstel de lonen aan de bovenkant van de ladder, dat die minder aan de orde zijn gekomen wat betreft de verlichting. Robbie Berendsen, voorzitter van de vakcentrale C47. Hij sprak gisteren op een bijzondere assemblee van de arbeid over het verlagen van de belastingdruk op lonen van werknemers.